Ja, nou dat was echt mijn inleiding. Ja, dat wij ons in Nederland enorm hebben laten foppen met die immigratie. Er zijn in Nederland veel ernstiger problemen dan de immigratie. Die immigratie kunnen we heel goed aan. Hè? Zelfs ik zou Ter Apel beter kunnen organiseren dan wat er nu gaande is. Dus dan weet u al dat dat bewust zo georganiseerd is. Hè? En wat dacht u van, god, hoe heette die zielepoot van de VVD die spreidingswet ging uitvoeren? Van der Burg. Ja, Rutte had Van der Burg niet geïnformeerd dat hij het kabinet zou laten klappen. Herinnert u zich nog dat moment dat ze daar beneden in dat gangetje bij de Tweede Kamer... Ja, ze zaten toen nog volgens mij nog niet in de nieuwe Kamer. En dat hij dan hoort dat het kabinet geklapt is. En dan huilt hij. Hij zegt, ik heb maandenlang keihard gewerkt. Zo lullig was de VVD dat ze Van der Burg, een van de weinige fatsoenlijke VVD'ers, niet hadden geïnformeerd over de kabinetsval. Dat je ook denkt. Anders, ja, ik zal maar niet vragen wie er hier op de VVD heeft gestemd. Hè? Nou ja, u heeft in ieder geval de troost, dit is in Utrecht. En u weet, Utrecht en Amsterdam zijn geloof ik de enige twee grote steden waar niet de PVV de grootste partij geworden is. Wij zijn ook geloof ik de enige provincie, oh nee, de BBB is overal de grootste geworden. Maar misschien kan ik nog wel, als u nou toch terugkijkt op het afgelopen jaar, dan kunnen we toch over het Nederlandse electoraat wel één generaliserende mededeling doen. Het is een kip zonder krop van de ernstigste soort. Hè? Eerst was het de BB-mevrouw. En toen was het Omtzigt. En tenslotte werd het niet waar. Die Wilders, waar de slee toch al lelijk op zag. Wat bezielt het Nederlandse electoraat? Dat is een raadsel. Dat is een raadsel. Omdat ze ook in het buitenland geen idee hebben wat hier gaande is. En allemaal stukjes schrijven, hoe is het mogelijk dat een stabiele democratie en nou ja, dat soort van praatjes. Nee, dat zijn we dus ook niet meer. Laten we daar eens wat vragen over gaan behandelen, Maarten. Kijk of daar... Ja, ik wou mezelf nog even beklagen. Ja. Oké. Even kijken hoe laat het is. We moeten er inderdaad echt om 10:00 uit. Jongens, misschien kunnen jullie Maarten hier op het podium wat monitor geven, want de vragen komen nu vanuit de zaal. We gaan ervoor zorgen dat je ze ook goed kunt horen. Wie wil als eerste? Is er iemand die een prangende vraag heeft? We komen eventjes met de microfoon bij je. We proberen zoveel mogelijk mensen een vraag te laten stellen. Maar we hebben ook na afloop nog de signeersessie. Hè? Dus als we er niet aan toe komen, dan kan het dan altijd. Geef hem eventjes door en vertel ook even wie je bent als je wil. Hi, ik ben Roos. Ik kom uit Tilburg. Ja. Ah. Hoeft u in ieder geval niet meer terug. Ik moet nog carnaval gaan vieren. Oh. Ik heb een vraag aan u. U hebt deze avond een inspirerend verhaal verteld. Het is een feitelijk verhaal. Het is gebaseerd op feiten, onderzoek, statistieken. Hoe komt het dat ik dit verhaal, wat ik vanavond heb gehoord... ook in de verkiezingstijd nauwelijks van links heb gehoord. Waar zijn die gebleven met dit geluid? Wat je toch, ja, wat ik zojuist zei, op feit gebaseerd is. Dus er valt eigenlijk weinig aan te veranderen. Het is, wat u zojuist allemaal zei. En toch heb ik van links... Ik vond dat ook zelfs de kwaliteitspers tekortschoot. Ze zullen wel zo'n stuk hebben geschreven, maar ik had het wel graag wat regelmatiger gezien. Waarbij al die cijfers werden nagelopen. Maar met name ook de populisten werden aangemaand nou eindelijk eens duidelijk te maken wat is de Nederlandse identiteit. Wat is joods-christelijk humanistisch? Het zijn allemaal symboolwoorden in feite die maar één ding betekenen, namelijk weg met de moslims. Dat is wat ze betekenen. Het zou wel handig zijn als ze dat erbij zetten, hoeven ze er ook... Joods-christelijk humor, nou ja, maar onzin natuurlijk. Het enige wat ik zag en wat ik heel verdienstelijk vond was Arjen Lubach. Die op een avond, ik denk een week of 2, 3 geleden... precies deed wat ik nu ook deed. Dan dat je dus met die 400.000 immigranten begint en dan gewoon laat zien wie dat eigenlijk zijn. En dat de meesten helemaal niet als zodanig beschouwd kunnen worden. Dan neem die teruggekeerde Nederlanders. Dat zijn er per jaar, weet ik het, 40.000, 50.000. Het is toch belachelijk dat je dat immigranten noemt? Dat is toch getikt? Maar dat is niet helemaal antwoord op de vraag. Want de vraag die ook gesteld wordt is: waarom heeft links dat verhaal niet duidelijk verteld? Ja, ik weet het ook niet. Misschien waren ze in een soort van katatonische angst geraakt. Het probleem is dat als je met de populisten gaat regeren, dat je door de populisten wordt aangetast. Het is een soort schimmelziekte. Daar kun je het beste mee vergelijken. Eigenlijk moet je ze isoleren. Dat is, uit alle onderzoek blijkt dat als je met ze gaat samenwerken en het idee, we kunnen er wel iets van maken, we kunnen wel een beetje polderen, dat je aangetast wordt door ook met name de hele verbale cultuur van het populisme. Maar ben je teleurgesteld in links? Nou, daar ben ik al zo lang dat... Maar dat is bij mij begonnen met Rutte 2. Daar ben ik nooit meer van bijgekomen. Oké. Ik heb sinds die tijd ook niet meer op de Partij van de Arbeid gestemd. Bekend verhaal. Andere vragen. Wie heeft er vragen? Hier ergens vooraan. Daar is een vraag. Meneer, kom naar u toe. Hier ook. Jij bent iets dichterbij. Kom zo bij u hoor. Vertel. Ik ben Thijs. Woonachtig in Amsterdam, maar kom oorspronkelijk uit Rotterdam. Mijn vraag gaat eigenlijk over hoe we in deze tijd waarin het beest van het populisme, om het even maar zo te noemen, losgeslagen lijkt. Hoe krijgen we hem terug in de kooi? Ik denk dat er meerdere strategieën zijn. En de strategie die vaak wordt aanbevolen is: laat ze hun gang gaan. En laat ze er een onbeschrijfelijke puinhoop van maken. Maar het probleem in een land als Nederland natuurlijk is dat wij hoe dan ook, ondanks, want dat is misschien iets wat ik ook nog wat helderder had moeten zeggen, uiteindelijk heeft 23,7% van de Nederlandse kiezers op de PVV gestemd. We hoeven geen rekenwonder te zijn om te zeggen dat iets minder dan 77% helemaal niet op de PVV heeft gestemd. Ook dat idee van het volk heeft gesproken, ik ben nu aan de... Dat is allemaal onzin. Er is geen enkele constitutionele regel dat je de grootste partij ook laat regeren. Denk aan de overwinning van de PvdA in 1977, nietwaar? Met verreweg de grootste partij hebben ze geregeerd. Nee. Bos is ooit gepeild op 60 zetels bij de gemeenteraadsverkiezingen, ook nog niet eens zo lang geleden. Dus het is onzin. We kunnen ze best buiten de boot laten vallen, maar we durven niet. En dat is mijn teleurstelling over. Kijk eens, de VVD die is voorlopig natuurlijk een, ja, wat zal ik zeggen, dat is een patiënt in een piepende rolstoel. Voorlopig zal dat niet veel worden. En die moeten enorm oppassen dat ze niet natuurlijk het noodlot van het CDA over zich afroepen. Dat je uiteindelijk gewoon leegloopt richting de PVV, die dan een iets mildere variant zou kunnen gaan vertonen. Dat zou nog een... Maar om ze nou te laten regeren, ja... Het wonderlijke is natuurlijk dat in feite kan alleen een kabinet gevormd worden waarin ongetwijfeld de PVV toch een dominante rol zal vervullen, mits de PVV alle essentiële punten van zijn eigen programma in de wc gooit en doortrekt. Er is niets van te realiseren. Maar is dat erg als ze dat doen? Nou, ik vind het wel gek, of niet? Vind je niet gek? Misschien vinden kiezers dat niet heel erg. We hebben onze PVV-kiezer daar. Vind je het erg als ze alle punten, als ze maar meedoen? Vind je wel erg als ze de punten overboord gooien? Ja. Ja. Als je kijkt naar de coronaperiode van de Tweede Kamer. Ja, dat is wat je in het begin ook zei. Ik herhaal het even: gezondheidszorg en corona, want het is niet voor iedereen te verstaan. Maar jij vindt het dus wel erg. Ik denk dat er ook kiezers zijn die denken: als ze maar meedoen. Maar wat je eigenlijk zegt is dus: laat ze maar meedoen en dan verpesten ze het voor zichzelf en dan blazen ze zichzelf op? Nou, eerlijk gezegd zou ik zeggen dat ik heb het regelmatig ook ten aanzien van Trump geformuleerd. Er zijn gewoon politici die op grond van hun geschiedenis... En Wilders heeft een lange geschiedenis langzamerhand. En hij is nu het langzittende parlementslid overigens. Heeft een lange geschiedenis. En naar mijn idee is in elke normale democratie Wilders gediskwalificeerd voor welke politieke functie dan ook. Zo goed als naar mijn idee Trump gediskwalificeerd is voor welke politieke functie dan ook. Je kunt niet bijna een kwart eeuw die lulkoek verkopen over nep parlement, nep rechters, weg daarmee. Het is één groot complot, de kartelpartijen, wat we allemaal niet voor gelul gehoord hebben uit die hoek. En dan niet waar, op het moment dat je dus aan de macht kunt ruiken, ben je ineens bereid om allerlei zaken niet waar opzij te schuiven. Die waarvan je beweerde in de afgelopen 20 jaar... dat ze tot de essentialia van de bescherming van de westerse cultuur hoorden. Waarom hoeven we dan niet nu ineens niet meer te beschermen? En wat voor programma gaat hij dan in godsnaam uitvoeren? 0 aan de grens? In zijn allereerste programma staat, als ik aan de macht kom, dan is het aantal immigranten 0. Ja. Hetzelfde wat Fortuyn had gezegd. Als het aan mij ligt, dan is het 0. Ja.